De laatste tijd hoor je veel over Openbaring 13, een hoofdstuk uit de Bijbel waarin gesproken wordt over het beest. Een filmpje van een dominee die onder andere daarover spreekt, is inmiddels meer dan 200.000 keer bekeken. Maar wie of wat is dat beest precies? En wat staat ons dan te wachten? In Openbaring 13 wordt gesproken over twee beesten. Het eerste beest komt uit de zee en wordt besproken in vers 1 tot en met 10. Het tweede beest komt uit de aarde. Dat lees je in vers 11 tot en met 13. Deze beesten zijn vervolgens bepalend voor de gang van zaken op aarde. Er lijkt dan sprake te zijn van een wereldrijk, bestaande uit tien lidstaten. Je zou de beesten kunnen zien als de politieke en religieuze leiders van dat wereldrijk. Het tweede beest heeft twee hoornen, net als een lam, en het spreekt als een draak. Dat zou er ongeveer zo uit kunnen zien. Het beest heeft de macht op aarde en sticht als het ware een nieuwe religie, of verbindt de bestaande religies. Zoals ten tijde van het Romeinse Rijk mensen de keizer moesten erkennen als God door aan hem te offeren, zo zullen mensen in dat komende antichristelijke Rijk het beest moeten aanbidden. De mensen die dat doen krijgen een merkteken op hun rechterhand of voorhoofd. Als je niet meegaat met de nieuwe religie en dus geen merkteken hebt, mag je niet kopen of verkopen. In ons digitale tijdperk kunnen we goed begrijpen dat een absolute economische controle binnenkort mogelijk zal zijn. Voor echte gelovigen zal het heel veel kosten als ze zich niet onderwerpen aan die macht. Wie dan trouw blijft aan Christus, loopt grote kans dat hij vermoord wordt. De vraag is, wanneer gaat dit gebeuren? Er zijn mensen die geloven dat Openbaring 13 op dit moment vervuld wordt. Maar dat is echt onmogelijk. Zolang er christenen als lichaam van Christus op aarde zijn, kan de Satan niet op aarde zijn plek innemen als zichtbare wereldheerser. Na de hemelvaart van de gemeente is dat anders. Dan zal er niets meer zijn wat de Satan ervan weerhoudt om zijn macht zichtbaar uit te oefenen. Tot die tijd kunnen wel alle stappen gezet worden die nodig zijn om die absolute controle mogelijk te maken. Zolang er dus nog geen wereldrijken herleven, hoeven we niet bang te zijn voor een nieuwe wereldreligie, waar iedereen aan mee moet doen. Maar het zou zomaar sneller kunnen gaan dan wij denken. Wij zouden, wat er ook gebeurt, blijven staan in het woord van God. En we weten hoe het afloopt. Uiteindelijk zal iedereen buigen voor het Lam, staande als geslacht. Dat Lam is de Heer Jezus Christus. We leven in spannende tijden, vergelijkbaar met een meeslepend boek, maar gelukkig kennen wij de laatste bladzijde.